Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met wisselende wolkluchten. Vanochtend trekt een gebied met veel bewolking en buien van het noordwesten naar het zuidoosten van het land. Het is vaak bewolkt en nat dus vanochtend en de temperatuur ligt tussen de 14 en de 15 graden. De wind draait naar het noordwesten en trekt aan zee aan tot windkracht 6 of 7. Vanmiddag klaart het van het noordwesten uit op, de zon breekt af en toe door, maar verspreid over het land kan ook nog een enkele bui vallen. Het wordt 16 of 17 graden. Vanavond zijn er landinwaarts opklaringen, langs de kust valt nog een enkele bui en het kwik ligt tussen de 12 en de 14 graden en de wind waait stevig door. En ook morgen is het herfstachtig met veel wind vanuit het noordwesten. Er is overwegend veel bewolking, af en toe breekt de zon door. Er vallen met name in het noordoosten in de ochtend buien en later over de rest van het land verspreid een enkele bui. Maandag is het ook nog wisselvallig met wolken en een paar buien. Af en toe breekt de zon door. Dinsdag en woensdag wordt het geleidelijk aan beter. De temperatuur gaat omhoog naar 18 tot 20 graden, blijft vaker droog en de zon krijgt meer ruimte. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.